maandag. We zijn foto's gaan maken bij Habs. We hebben een taart gekregen van logisch. Habs en Louis, sorry. En Cecile gaat hem nu aansnijden. Ja. Ik voel me net alsof ik ga trouwen. Hij is echt, die bovenkant holy is fuck, hij is gewoon helemaal taart. Taart. Ja. Heerlijk. Ja. Helemaal taart van binnen. Ja, kom. Ik ben heel benieuwd wat er binnenkomt. Is het een jongen of een meisje, jongen? Oh, een meisje! Het is Rainbow aan de binnenkant. Hier kunnen we ook nog een foto mee maken. Oh, als ik het nu... Oké, alle content gemaakt. Ik maak een video. Gezellig aan het eten. Ik ben alweer een tijdje thuis. Vanmorgen had ik de vlog helemaal niet geopend. Dus bij deze, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Eindelijk weer een normale weekvlog. Hiervoor waren het natuurlijk allemaal vakantievlogs. En was het eventjes wat rustiger op mijn YouTube kanaal. Omdat ik dus op vakantie was. Maar vanaf vandaag ga ik weer lekker weekvloggen. Weer lekker extra video's maken. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Ik hoop dat jullie het ook gemist hebben en het ook weer leuk vinden. Vandaag was ik dus met Zoe naar kantoor toe. En Rowan was mee. Want Rowan had haar sollicitatiegesprek voor de stageplek. Voor aankomend schooljaar. Echt super leuk. Rowan gaat er als het goed stage lopen bij Habs & Louis. Echt heel erg leuk. Zoe en ik hadden dus samen een samenwerking met Lovies. En moesten we samen een foto maken met een taart die ze bezorgd hadden. Konden jullie allemaal zien. Dit is de uiteindelijke foto geworden. Echt super blij mee. Die hebben jullie al op Instagram kunnen zien als het goed is. Ik heb ook wat leuke dingetjes van Lovies mogen ontvangen. Dus die laat ik deze week ook weer in de weekvlog zien. Maar dat komt verder deze week wel. Tijdens het bewerken van de weekvlog kwam ik erachter dat ik de Lovies items nooit heb laten zien. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik pak het eventjes tussendoor. Zet de camera even hier neer. Eerst had ik dit jasje uitgekozen. Een soort giletje. Wit leer. Die vond ik wel leuk. Gewoon voor over een hoodie heen. Of over een sweater of zo. Voor nu in de herfst vind ik dit wel heel erg leuk. Zoals die. Die heb ik in een maatje XS. En die was 60 euro. Dat is eenzelfde soort in het grijs spijker. En deze was 50 euro. En heb ik ook in een XS. Dat ik die leren wel wat leuker vind. Maar ik vind het wel heel erg leuk voor met een wit jurkje. En dan witte cowboylaars eronder of zo. Dus dat is deze. Dan heeft Lovies dus natuurlijk ook zo'n nieuwe intimate date. Of hoe zeg je dat? In ieder geval zo'n soort lingerie lijn, pyjama lijn hebben ze. En daar heb ik dus ook wat dingetjes van. Allereerst dit BH'tje. Echt super schattig. Dat doet me een beetje aan Love Stories denken. Dat gaas en dat hartjes en zo. En hier heb ik dus ook het broekje van. Alleen die ligt nog bij Zoe. Maar in ieder geval dit topje. En daar zit dus ook nog bijvoorbeeld een broekje bij. Dan nog een pyjamaatje. En dat is allereerst dit broekje. Dit had ik ook aan op de foto. Dit broekje die heb ik in een maatje XS. En de blouse heb ik ook in een maatje XS. En dat is deze. Echt heel schattig. En dan had ik ook nog twee broekjes. Eentje heb ik nu aan, dus die kan ik niet laten zien. Maar ik ben even aan het kijken waar die andere is. Oh, hier. Dat is deze. Dit vind ik ook echt een heel mooi broekje. Ik had hier ook een topje van bijgegeven. Alleen die was nog niet op voorraad. Dus als het goed is, komt die nog. Maar dat is dit broekje. Aan de voorkant is met satijn. En aan de achterkant zit hij heel erg mooi met kant. Echt super mooi. Deze heb ik in een S volgens mij. Even kijken. Ja, in een S. En die is 15 euro. En dan had ik ook nog voor keer een leerjasje uitgekozen. Maar die heeft ze al thuis. En dacht maar, die had nog wat sieraadjes. Dus dat was alles wat ik van Lovies heb gekregen. Kortingscode staat er in de beschrijving. Die is tot 2 september geldig. Dus maak er zeker gebruik van. 2 september is donderdag volgens mij. Dus als jullie deze vlog zien, is die nog 2 dagen geldig. En dan gaan we nu verder met de normale weekvlog. En ik heb een heel erg leuk outfitje aan vandaag. Al zeg ik het zelf. Dus die ga ik even aan jullie laten zien. Ik had dus een pakketje gekregen van Refined Department. Als ik het goed uitspreek. Ik heb ook nog een leuke bijpassende kimono erbij gekregen. Maar die had ik vandaag niet aan. Maar als allereerst zat dit shirtje er dus in. Echt een heel erg leuk shirtje. En daarvan is dit de achterkant. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Met dus deze broek. En ik vind deze broek echt geweldig. Voor de mensen die mij langer kennen, die weten dat ik echt heel erg hou van zulke wijde broeken met van die leuke printjes. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. En ik heb hiervan ook een kimono gekregen. Maar die ligt nog in mijn kamer. Want het was vandaag best wel lekker weer. Dus die had ik niet echt nodig. Ik merk dat ik het weekvloggen zo heb gemist. Ik zit nu al 3 minuten tegen de camera te lullen. En het is pas het begin van de weekvlog. Maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ga lekker Love Island kijken. Het is vandaag woensdag. Alweer einde van de dag. Ik heb echt gisteren helemaal niks gefilmd. En vandaag ook niet. Gisteren was dinsdag. Miel kwam weer terug van vakantie. Dus we waren gisteren even lekker met z'n tweeën.
Dus vandaar dat ik gisteren eigenlijk sowieso niks heb gefilmd. En vandaag had ik een afspraak. Miel ging ook mee voor Fiora. Om het uit te breiden. Om het heel anders aan te pakken. Om het veel groter aan te pakken. En ik ben echt super enthousiast erdoor geworden. Ik heb er echt mega veel zin in. Ik heb gelijk allemaal ideeën wat ik wil. En ja, het gaat gewoon echt super leuk worden. En veel groter. En gewoon echt mijn eigen merk. Dus niet dingen inkopen meer. Gewoon echt zelf ontworpen, zelf bedacht. Zelf gemaakt. Alles gaat ook van petflessen als het goed is gemaakt worden. Dus allemaal gerecycled. En ja, gewoon helemaal goed voor het milieu. Dus super veel zin in. En nu ben ik thuis. Ik ga eventjes mijn weekvlog bewerken. Of mijn vakantievlog. Moest eigenlijk gisteren online komen. Maar ik heb daar gewoon zo geen tijd voor gehad. Dus die komt morgen donderdag online. Maar die moet ik dus nog wel eventjes bewerken. Dus dat ga ik nu doen. En ik heb dus 3 nieuwe jassen gekocht. Dus ik dacht, misschien is dat eventjes leuk om aan jullie te laten zien. Jullie zien er hier al eentje hangen, denk ik. Maar deze heb ik vorige week donderdag met Dagmar gekocht bij de Zara. En dat is allereerst dus dit jasje. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is dus van de mannenafdeling. En ik had hem dus bij een meisje op TikTok gezien. En die zei echt, ren nu allemaal naar Zara. Leukste bomber ooit. En die ging toevallig met Keir en Dagmar naar de Zara. Dus ging kijken. Maar Dagmar en ik hebben hem dus samen gekocht. Echt heel erg leuk. Dus dat is het eerste jasje. Want we hadden gewoon echt oprecht. Ik maak geen grap als ik zeg dat wij gewoon geen jassen hadden. Gewoon geen lekkere herfstjassen. En aangezien de zomer bijna voorbij is, hadden we die wel echt nodig. En ik heb nog 2 andere jassen. Die ga ik even pakken. Allereerst een, hoe noem je dit? Een bodywarmer volgens mij. Het is niet echt een jas, maar ik vond het wel heel erg leuk. Voor, ja niet zo, want zo ziet het er een beetje stom uit. Maar we hebben bijvoorbeeld een grote oversized hoodie eroverheen. We hebben deze ook in een maatje groter genomen, zodat hij een beetje oversized valt. Want die XS was wel heel klein. Dus we hebben hem nu in een S. En deze heb ik ook samen met Dagmar gekocht. Komt ook van de Zara. Deze is wel gewoon van de vrouwenafdeling. Maar die vond ik wel leuk nu het wat kouder wordt om gewoon lekker over een hoodie heen aan te trekken. Dus die hebben we ook samen gekocht. En dan heb ik nog een jas zelf gekocht. Gewoon in mijn eentje, niet met Dagmar samen. En dat is van het merkje Gunny. Deze jas. En ik vind hem zo leuk. Kijk. Ik vind dit zo'n leuke jas. Hij is ook echt super lang. Ik weet niet of je het ziet, maar hij komt echt heel ver bij mij. Maar ik weet niet, ik vond het gewoon echt een hele leuke jas. En deze is ook gewoon leuk voor de winter. Hij is niet heel erg dik. Maar het is wel echt een beetje zo'n soort regenjas ofzo. Dus ik denk dat hij je wel warm houdt op zich. En hij houdt je gewoon droog. En met een leuke hoodie er ook weer onder. Leuke trui. En dan leuke mom jeans. Ik zag het helemaal voor me. Ik ben echt super blij met deze jas. Deze jas heb ik in een maatje S. Zodat hij ook een beetje lekker oversized valt. En hij valt wel. Hij is misschien net iets te groot. Maar ze hadden geen XS. Dus ik heb de S gedaan. En die vind ik eigenlijk wel prima. Dus heel erg blij mee. Ik ga even die jas bij doen. Maar goed, dat zijn dus de 3 jassen die we samen nieuw hebben en die ik nieuw heb. Ik ga voor nu eventjes mijn weekvlog bewerken. En dan komt Milan zo meteen hierheen. Of ik ga daarheen eventjes kijken. Want dan slapen we weer samen. We wilden misschien vanavond naar de bios. Maar hij moet trainen. Dus eventjes kijken hoe laat hij klaar is met trainen. En of we de film dan nog redden. Want we hebben dus nog bioscoopkaartjes. En er dreigt nu een leuke film. Stillwater. Dus daar wilden we eigenlijk wel naartoe. Dus even kijken of we dat redden. Anders dat we dat andere dag doen of zo. Het is vandaag donderdag. En het is vandaag een iets andere dag geworden dan gepland. Ja, ik weet niet of ik dit mag zeggen. Klinkt wel. Maar Milan die moest met zijn moeder naar de dierenarts voor de hond. De hond die is al best wel oud. Volgens mij was hij echt 14 of zo. Want ze kon niet meer opstaan. Ze kon niet zo goed lopen. En toen hebben ze er dus gelijk moeten laten inslapen daar. Dus echt super zielig. Dus ja, hij is nu bij zijn moeder. En ja, het is gewoon een andere dag dan we gepland hadden. Dat hadden we niet verwacht dat het vandaag zou gebeuren. Het was wel een oude hond. Dus gelukkig komt het door de ouderdom en niet omdat ze ziek was of zo. Dus dat is natuurlijk wel fijn. Maar het blijft alsnog gewoon heel raar. Want je hebt wel gewoon 14 jaar die hond gehad. Althans, zij hebben 14 jaar die hond gehad. Ik ken die hond ook al 5 jaar. Dus dat is wel gewoon raar of zo. Maar goed, ik ben nu alleen thuis. Ik ga even wat factuurtjes maken om op te sturen voor samenwerking en zo. En een beetje ideetjes bedenken wat ik wil met YouTube. Ik wil mijn weekvlogs wil ik wat uitbreiden. Nou, deze weekvlog gaat waarschijnlijk niet heel boeiend worden. Maar ja, ik wil gewoon wat anders met mijn weekvlogs. Ik wil het gewoon interessanter maken. Ik wil gewoon
meer buiten filmen. Afgelopen dagen heb ik dan niet echt buiten wat gedaan, dus dat gaat lastig. Maar ik wil gewoon meer laten zien aan jullie en gewoon eventjes alles even nieuw en even anders. Dus dat is eigenlijk een beetje de planning voor nu. Even kijken hoe Miu zich straks voelt. We wilden eigenlijk namelijk misschien naar de film. We wilden gisteren eigenlijk al naar de film. Maar dat gingen we niet meer redden, want hij was heel erg laat terug van training. Dus wilden we eigenlijk vandaag doen, maar ik denk niet dat we dat gaan doen. Morgen wordt wel ook een drukke dag, maar ook wel weer een leuke dag. Ik ga naar de kapper. Even naar de zonnebank, even mijn kleurtje bijhouden. Gaan bij mijn moeder eten. Ik ga sporten met Keer. Dus dat zijn allemaal leuke dingen. En zaterdag ga ik ook heel veel leuke dingetjes doen. Dus daar heb ik ook super veel zin in. Maar voor nu ga ik even factuurtjes maken. Het is vandaag zaterdag en wij gaan vandaag echt iets heel erg leuks doen. Ik ben mijn dag maar aan het wachten op Zoe. Want wij gaan naar Eindhoven, gaan we een tattoo zetten. We waren uitgenodigd door een bedrijf om een tattoo te komen zetten met z'n vieren. Een keer die wilde op het laatste moment toch niet, omdat ze gewoon nog best wel twijfelde. En het is je eerste tatoeage, dus daar moet je gewoon goed over nadenken. Maar wij drie wilden het wel weer graag, dacht maar Zoe en ik. Dus daar gaan we vandaag naartoe. Alleen we kwamen erachter dat het dus in Eindhoven is. Dus dat is best wel ver. Maar ja, dat gaan we dus vandaag doen. Ik ben gisteren ook naar de kapper geweest. Weer lekker geknipt. En vanavond gaan we het wel uit eten met z'n vieren. Dus dat is heel gezellig. En daarna hebben we een verjaardag. Dus dat is ook heel gezellig. Eerst nu 2 uur heen rijden. Tadetje zetten en 2 uur terug. It's a lifestyle. Hallo. Ja. Maar ja, ja, als jouw moeder ook doet. Ja, ik zei ook dat tegen ons maar. Precies. Nee. Show me. Dit wordt hem, je ziet hem amper, maar ja. Maar weet je wat ik wel, als ik vorige rook, dan denk ik dat hij al af is en heeft hij 1 streepje gezet. Zakken naar beneden. Ik ga voor je dansen zoeken. Dus jullie hebben een lekker dag. Ah, mag ik eens kijken? Hij is echt mooi hoor. Willen jullie ook met mijn camera even? Oh ja. Heb je hem bij je? Ja. Heel mooi. Oké, nou ik ben zo benieuwd. Je moet echt maar mijn kop filmen, want ik ga alleen zo raar. Ja, dit wordt sowieso de allereerste keer. Ik ga maar niet kijken. Nee, ik ga maar niet kijken. Kijk maar naar de camera. Oh, dit valt me mee. Oeh, nou is eigenlijk zo... Stoel heb ik. Oh, dit is eigenlijk niet zo lekker. Nee, is niet lekker. Auw. Oh, nee. Auw. Zo, is geflasht. Nou, ze lacht weer, meisje. Het meisje. Nou, kijk die kleur eens terug. Kijk eens bang. Kijk eens boos. Doet het pijn? Ja. Ook een kutplek, denk ik. Een leuke zondag, ja. Ja. Mijn poepen. Ben je blij? Ja. Nou, we zitten in de auto. We hebben alle drie onze tato. We zijn heel blij. Ja, we zijn zo blij. Het is echt super lief meisje. Ook onze leeftijd heel gezellig, lekker gekletst. En ze kan het echt heel mooi. En je ziet het nu nog niet zo goed. Ja, het is heel strak. Ja, hè? Heel fijn. Die van Zoe is ook zo. Ja, kijk zo. Ik weet niet of je het ziet zo. Nou, we laten het vanavond wel zien als het er allemaal af is, de folies. Ja. En Dagmar die heeft wat op haar arm. Volgens mij had ik dat al gefilmd. Ja, weet ik. Maar vanavond gaan we ook lekker met z'n vieren uit eten. Gaat Keer ook mee? Of dan is Keer er ook bij, bedoel ik. Echt een zesde dag. Ja, echt leuk. En dan zullen we ze ook beter laten zien, want dan mag de folie er ook af. Heel blij mee. Lekker. Het gaat alweer mis. Het gaat alweer mis, jongens. Maar... maandag ga ik echt beginnen. Nou, ik was al goed begonnen. Maar ja. Van... Zaterdag is altijd kut. Zaterdag is altijd kut, ja. Thank you.
ons klaargemaakt voor uit eten en de verjaardag. En kijk even ons cadeau. Maar wij moeten dit nu dus meenemen nog naar een restaurant. Op de scooter. Op de scooter. Maar op zich, we hebben het wel leuk bedacht. We wisten echt niet wat we moesten geven. Die kennen die mensen net 2 weken. Maar van dit wel leuk. En Keir en Joey komen daar naartoe. Dus we moeten opschieten, want we hebben over 6 minuten gereserveerd. Dus doei. Het is vandaag zondag. En het is echt een typische zondag vandaag. Ik heb vandaag echt heel dag niks gedaan. Ik heb heel dag op bed gelegen, filmpjes gekeken. Ik wilde dus die kleding daar opruimen. Het is allemaal schone kleding, maar ik moet het in de kast doen. En ik wilde mijn koffer uitpakken. Of nou, uitpakken. Er zit gewoon dingetjes in, zeg maar, zoals tassen en schoenen, krultang, dat soort dingen, wat ik gewoon eventjes uit moet pakken. Dat wilde ik vandaag doen, maar ik had echt zo geen zin of zo. Gisteren was het uit eten super gezellig met die meiden en verjaardag was ook heel erg leuk. Mijn camera was natuurlijk leeg, dus die heb ik ook niet meegenomen. Maar ik heb net lekker eten besteld, dat is er nu. Het staat voor me en ik heb echt super veel trek. Dus ik ga ze wel hier laten zien, dan kan ik het opeten. Maar ik heb lekker een pokebolletje besteld. Met gefrituurde garnaal. Echt mega veel zin in. En ik ga lekker een vlogje kijken. Het is vandaag maandag. En ik doe deze dag nog eventjes bij deze weekvlog. Omdat deze weekvlog nog niet heel erg lang is geworden. Het is natuurlijk weer de eerste weekvlog na de vakantie. Ik moet gewoon eventjes een beetje inkomen. Er was van de week natuurlijk wat minder leuks gebeurd met Nieuwse hond. Dus ja, deze weekvlog is nog niet heel erg boeiend. Vandaag ga ik eindelijk mijn nagels laten doen. Want ik hoop dat je het goed kunt zien. Maar die zien er echt niet meer uit. Ik heb over een uurtje heb ik een afspraak. Bij Shannon weer. Dus echt super veel zin. Ik heb haar ook heel lang niet gezien. Dus ze wil wel erg gezellig zijn. Het is altijd gezellig trouwens. Ik heb eindelijk vanmorgen een beetje mijn kamer opgeruimd. Dit zijn dingetjes die weg moeten. Maar eindelijk is dit hoekje wel een beetje leeg. En ik ga van de week, gaan Dagmar en ik dus ook de kledingkamer verder helemaal opruimen. Dus dat. Het enige wat er nog ligt is mijn koffer. En daar zitten dus nog de dingetjes in wat ik gisteren zei. Zoals strandhanddoeken, tasjes, schoenen, dat soort dingen. Dus dat ga ik deze week eventjes doen. Maar vanmiddag gaan Miel, of eind van de middag gaan Miel en ik naar Vinkeveen. Want mijn opa en oma hebben daar dus een woonboot. En ook een sloep. Helaas is het niet zo heel erg lekker weer om te varen. Maar we hadden gewoon eventjes zin om er met z'n 2 paar dagen tussenuit te gaan. Dus daar gaan we denk ik 2 nachtjes slapen. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Maar dat zien jullie dus allemaal in de volgende weekvlog. Of nou, nog een klein stukje in deze weekvlog. Maar volgens mij heb ik helemaal niet meer mijn tatoeage laten zien. Ik heb natuurlijk zaterdag samen met Dagmar en Joey een tatoeage laten zetten. Jetske, die werkt bij Tattoo Joey, die had gevraagd of ik langs wilde komen en 3 vriendinnetjes wilde meenemen. En dan mochten we allemaal een tatoeage zetten in ruil voor wat promotie. Nou, superleuk natuurlijk. Dus ik had die meiden gevraagd. Keir zou eerst ook meegaan. Maar die twijfelden toch nog wel best wel erg wat ze nou wilden. En het is wel de eerste tatoeage, dus daar moet je gewoon goed over nadenken. Nou, Dagmar die zei van, ik wil heel lang een roosje, dus ik ga mee. Ik wil een roosje. Ik zal eventjes straks plaatje in beeld zetten van hoe het eruit ziet bij die meiden. En Zoe die had ook nog geen tatoeage, maar die wilde er ook al heel lang heel graag eentje. En die twijfelde eerst wel een beetje, maar die zei daarna, ja, ik ga het gewoon doen. Dus toen zijn we met z'n 3 naar Eindhoven geweest. Het was echt super ver rijden, maar het was echt een hele leuke dag. Gewoon echt even lekker meidendagje naar Eindhoven, tatoeage zetten. Daarna gingen we lekker uit eten, verjaardag. Dat was echt super leuk. En ik heb dus gekozen voor deze tatoeage. Ik heb hem dus op mijn rechterpols. Of hoe zeg je dit? Ja, het is je pols eigenlijk. En het is dus een symbool van een waterman. Ik kreeg op mijn TikTok heel veel vragen van waar staat het voor? Maar het is een symbool van een waterman. En ik ben een waterman als sterrenbeeld. Ik heb verder echt totaal niks met sterrenbeelden. Of nou, ik vind het leuk om te lezen en die horoscopen te lezen. Maar het is niet dat ik er echt in opga van, oh my god, jij bent ook een waterman of... Ik weet wel dat ik het heel goed kan vinden met een ram, een weegschaal en een boogschutter. En dat zijn die meiden. Een weegschaal, een boogschutter en een ram. Dus dat is wel heel grappig. Maar ja, ik weet niet of ik vond het wel gewoon leuk. Ik had het op Pinterest gezien. En ook super toevallig een oud vriendinnetje van mij. Die is 3 dagen na mijn jarig. En echt, nou, ik ging die tattoo zaterdag zetten. En op donderdag of woensdag of zo op haar Insta zag ik dus dat zij dit ook had gezet. Echt super toevallig. Maar ja, ik ben er echt super blij mee. Ik zal het Instagram account wel eventjes in de beschrijving zetten. Het is echt heel dun en mooi gezet. Ik ga hem gelijk eventjes insmeren met Bepanthen. Ik ben echt alweer heel lang aan het praten, zie ik. Maar goed. Ik ga dus zo meteen mijn nagels laten doen. En ik twijfel echt heel erg wat ik zou doen. Want aan de ene kant wil ik dus heel graag blauwe nagels. Want blauw is gewoon mijn lievelingskleur. En nu heb ik nog een beetje een kleurtje van vakantie. Dus dan vind ik blauw wel mooi. Maar ik had dus ook echt een super mooie nail art gezien. Ik ga het laten zien. Dus dit. Ik denk dat dit het wordt. Daar heb ik wel heel veel zin in. Dus
Lang verhaal. Ik ga vandaag mijn nagels doen. Ik ga mijn tas inpakken voor een weekendje weg. Of een paar dagen weg naar Vinkeveen. En ja, ik heb er heel veel zin in. Ik heb een hele outfit aan van Naked. Dit shirt is van Naked. En deze broek is ook van Naked. En deze broek zat dus eerst veel te strak. Ik kreeg hem echt amper dicht. En ik moest echt helemaal zo. En nu is hij dus echt veel te groot. Of nou, veel te groot. Hij is wel gewoon te groot. Maar als je dat shirt erin doet, zie je dat op zich niet. En ik denk dat ik mijn triple S hieronder aandoe. Of mijn Dr. Martens. Even kijken nog. Ik ben weer thuis van de nagels. Ik zal ze even goed laten zien. Kijk even hoe mooi. Ik ben er zo blij mee. Je kan het echt zo prachtig. Echt heel erg blij mee. We gaan vanavond niet naar Vinkeveen. Omdat we vanavond de auto niet hebben. Dus dat is een beetje jammer. Maar nu gaan we morgenavond er naartoe. Dus gewoon een dagje later. Ook prima. Dan kan ik nog eventjes mijn weekvlog bewerken. Dat ga ik nu doen. Deze weekvlog.